Graag heet Sabik u van harte welkom bij een serie films over ons bedrijf. Maak in deze aflevering kennis met de NAFTA-krakers in Geleen. Mijn naam is Marie Peters. Ik ben werkzaam bij Sabik als chef in dienst in NAFTA-kraker Olefins 3. Een NAFTA-kraker is een fabriek die is gebouwd voor het produceren van ethene en propeen. Verder produceert de fabriek ook nog een x-aantal andere grondstoffen, onder andere voor de winning van butadien en benzines. Sabik beschikt in Geleen over twee NAFTA-krakers, Olefins 3 en Olefins 4. Je moet je de fabriek voorstellen als een locomotief met drie treinstellen. Die treinstellen zijn de voorfabriek, de middenfabriek en de achterfabriek. Die fabriek is enkele voetbalvelden groot. En ieder onderdeel van die fabriek heeft zijn eigen specifieke functie. Onze NAFTA-krakers worden bestuurd en bewaakt door een groep operators die werkzaam zijn in vijf ploegendienst. De groep operators bestaat uit hoofdoperators, meetkamermensen en buitenoperators onder leiding van een chef in dienst. De operators werken samen met stafmedewerkers en onderhoudsmedewerkers. De eindverantwoording van de plant ligt bij de senior operations manager, die ook onderdeel vormt van de site directie. De senior operations manager rapporteert rechtstreeks aan de site directeur. Het kraakproces begint in de voorfabriek. De voeding van de voorfabriek is gascondensaat en nafta. Gascondensaat en nafta zijn producten die uit ruwe aardolie worden gewonnen. Deze producten worden via de PAL en de BOTLEC, dat zijn ondergrondse pijpleidingen vanuit Antwerpen en Rotterdam, aangevoerd en opgeslagen in de NAFTA-tanks, de NAFTA-voedingstanks bij logistiek. Vervolgens worden ze van hieruit naar de kraker verpompt. Tijdens het kraakproces worden lange koolwaterstofketens van NAFTA en gascondensaat in de oven bij hoge temperatuur omgezet in een mengsel van korte koolwaterstofketens. De NAFTA en gascondensaat moeten hiervoor eerst voorverwarmd worden en in de oven door warmtewisselaars en door indirecte aanstraling van de ovenpijpen verder opgewarmd worden tot 820 graden. De ovenpijpen zelf kunnen hierdoor een temperatuur van meer dan 1000 graden bereiken. Om die temperatuur te bereiken is de oven uitgerust met enkele honderden branders die gevoed worden met in de fabriek geproduceerde methaan. Het kraakgas verlaat de oven met een temperatuur van 825 graden. Vervolgens wordt, om het kraakproces te stoppen, het kraakgas gekoeld met condensaat en quencholie tot een temperatuur van 200 graden. Het condensaat wordt omgezet in stoom die verderop in de middenfabriek weer wordt gebruikt om de turbines aan te drijven. Het kraakgas is dan gereed voor de volgende stap. In de eerste fractioneerkolom worden de lichte en zware componenten uit de kraakolie afgescheiden. De zware componenten zijn vooral de oliën. Vervolgens wordt het kraakgas in twee stappen met buitenlucht en met koelwater gekoeld naar een temperatuur van 25 graden. Voordat het naar de middenfabriek gaat, worden dan nog water, lichte benzine en zware benzine afgescheiden. In de middenfabriek staan de compressoren, bestaande uit de kraakgas, de ethene- en propeencompressoren. De ethene- en propeencompressoren zijn nodig voor het C2 en C3 koelsysteem. En deze koelsystemen zijn nodig om in de achterfabriek de benodigde koelniveaus te bereiken. De compressoren worden aangedreven met behulp van stoom die geproduceerd is in de voorfabriek. De kraakgascompressoren zorgen ervoor dat het kraakgas in vijf trappen wordt samengedrukt van 0,25 naar 30 bar. In elke trap wordt gekoeld met water en vindt afscheiding van vloeistoffen plaats. Die vloeistoffen zijn water, benzine, propeen en C4. Vervolgens blijven alleen de lichte componenten over die naar de achterfabriek gaan. In de achterfabriek wordt het kraakgas op verschillende koelniveaus gebracht. Dat koelen is nodig om in de scheidingskolommen de verschillende producten van elkaar te kunnen scheiden. De temperaturen in de achterfabriek variëren van plus 5 tot min 150 graden. Een van de koelproducten is koelwater, dat in een groot koelwerk met buitenlucht weer wordt afgekoeld. Uiteindelijk worden op deze manier alle voor Sabik en Geleen belangrijke producten gemaakt, te weten ethene,
propeen en een aantal bijproducten. De ethene en propeen gaan via pijpleidingen naar de kunststofverwerkende fabriek op de locatie, die er polyethene en polypropeen kunststofkorrels van maken. De andere producten gaan naar de volgfabrieken, waar butadien en benzine gemaakt wordt. De meetkamer is het kloppend hart van de fabriek. De operators werken in continu dienst, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Een operator bewaakt en monitort de fabriek en beschikt over veel kennis en ervaring. Het vergt een jarenlange opleiding om het werk van een buitenoperator en meetkameroperator te kunnen doen. De besturing en bewaking vindt grotendeels automatisch plaats. De operator grijpt in bij afwijkingen of verstoringen. Een operator beschikt over een behoorlijke dosis stressbestendigheid. Ook de communicatie met de andere fabrieken van SABIC en Gemmelot vindt plaats via de meetkamer en vormt een belangrijk deel van het werk van de meetkameroperator. De operator start elke werkdag met het vooroverleg dat dient ter voorbereiding van het dagelijks overleg met alle bij deze fabriek betrokken relevante partijen, zoals productiemedewerkers, onderhouds- en stafmedewerkers en het fabrieksmanagement. In deze overleggen worden de details van de afgelopen 24 uur met betrekking tot veiligheid, milieu, productie, bijzonderheden en de voortgang van eerdere acties besproken. Teamwork is erg belangrijk in deze werkomgeving. De naftakrakers en polymeerfabrieken beschikken over een fakkelsysteem. Dit fakkelsysteem is nodig om in storingssituaties en onderhoudssituaties het gas uit de fabriek op een veilige manier te kunnen afvoeren. Om het roetloos verbranden van gas op de fakkel te bevorderen, wordt stoom gedoseerd. Nadeel van die stoom is dat die voor geluid zorgt. Fakkelen is een veiligheidsprocedure die in onze fabrieken is ingebouwd om zowel voor onszelf als onze omgeving het bedrijven van de fabriek veilig te houden. SABIC doet er alles aan om voor onze omgeving de overlast tot een minimum te beperken. Onderhoud en veiligheid zijn cruciaal bij bedrijven van naftakrakers. Het bedrijf investeert voortdurend in het verder doorvoeren van verbeteringen. Veiligheidsinspecties en onderhoud leveren een belangrijke bijdrage. Gepland en ongepland vinden dagdagelijks veiligheidsinspecties plaats. Er worden veiligheidsrondes gelopen waarbij open en transparant verbetersuggesties met elkaar worden gedeeld. Jarenlange inspanningen op dit gebied werpen hun vruchten af. In Geleen kent SABIC een ongekend goede veiligheidsscore, dankzij de inzet van iedereen. Elk jaar wordt voor alle fabrieken een onderhoudsplan opgesteld en uitgevoerd. Eens per 6 jaar worden de krakers stopgezet voor groot onderhoud, in turnaround. De krakers worden dan letterlijk binnenste buiten gekeerd, geïnspecteerd en gereviseerd, onderdelen vervangen. De voorbereidingen starten circa 2 jaar van tevoren. Tijdens zo'n stop werken op piekdagen wel zo'n 2000 medewerkers van SABIC en haar contractors in de fabriek. Alles is erop gericht om de fabriek ook na dit grote onderhoud weer ongestoord, veilig en binnen de vergunning te kunnen laten functioneren. Blijft u kijken. In een volgende uitzending zoomen wij in op de polymeerfabrieken van SABIC in Geleen.